Tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee is de ontwerpwetwijziging inkomstenbelasting met 31 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. Voorafgaand aan de stemming brachten verschillende DNA-leden hun mening over dit wetsontwerp naar voren. Met deze wetswijziging wil de regering tenminste 5 miljoen Surinaamse dollar innen via de inkomstenbelasting, zegt parlementariër Aziz Kumar Gayadin. De regering iets doet alleen maar voor het ophalen van geld. En ik kom daarop straks terug. Voor de belastingregime, belastingen vormen een basis voor ontwikkeling van een land, waarbij je bijvoorbeeld productie kan stimuleren, maar je kan het ook ontmoedigen, maar ook middelen veiligstellen voor de collectieve goederen, voor je sociale programma, et cetera, voorzitter. Het is van belang dat het moet passen binnen een bepaald concept en dat is wat wij zoeken. En daarom zien we dat dit soort incidentele wijzigingen als labmiddelen om extraatjes binnen te halen voor de overheid getypeerd kan worden, voorzitter. Na de spreekbeurten kwam voorzitter Jennifer Simons tot de conclusie dat de leden het wetsontwerp niet zo goed begrepen. Ze laste daarom een schorsing in om met de minister van Financiën, Gilmour Hoefdraad, te overleggen. Hierna motiveerden de leden van zowel de coalitie als oppositie hun standpunt over dit wetsontwerp. De wijziging werd in stemming gebracht en werd met 31 voor en 14 tegen aangenomen. Voor de behandeling van de wet werd Marinus B. in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen met betrekking tot een mogelijke verkoop van het telecommunicatiebedrijf Telesur. Is het waar dat u het bedrijf Telesur van de hand wil doen? Met andere woorden, verkopen aan het bedrijf Huawei? Of laat me het anders stellen, is er een relatie tussen Telesur en dat bedrijf? Indien ja, welke is het? Want voorzitter, ik heb wat stukken gehad en ik ben ze aan het bestuderen. Een informant heeft mij deze informatie doorgespeeld en ik wil van de regering weten wat waar is. Indien ja, wat ik niet hoop, wil ik de navolgende vragen stellen. Nee, meneer B, we hebben een afspraak. Ja, ja, kort. U heeft het aan de orde gesteld, ja. Krachtig en duidelijk. U heeft ook nog documenten. Drie korte. Nee, ik ben ze aan het bestuderen. Hoeveel financiën gaat hiermee gepaard? Is er een overeenstemming met de vakbond? Wat gaat met de arbeiders? Ja, maar let me... Dank u wel, voorzitter. Het antwoord is simpel. Het is nee. Het is niet waar. Dat is het antwoord. Oké. En er zijn natuurlijk heel wat belangrijke projecten. En Huawei is een van de goede partners in een ontwikkelingsproject voor het verbeteren van onze breedband en onze infrastructuur, die een brede spin-off zal hebben naar bandbreedte en allerlei projecten van outsourcing, sowieso werkgelegenheid. Dat is allemaal noodzakelijk. Infrastructuur, bandbreedte en Huawei is een belangrijke partner in dat project. Er is een relatie in die zin dat er genoeg investeerders technologie, u weet hoe wij is van de nee, van maar de VP, de belangrijke vraag die u voor ons moet beantwoorden, ik voor de samenleving. Er is geen sprake van het verkopen van Telesur of aandelen van Telesur aan dus Huawei. Dat is nee. Dat is die vraag, nee. Vice-president Ashwin Adin en daarvoor parlementariër Marinus B. B. gisteren in DNA. B. vindt het een hele geruststelling dat de vicepresident heeft verzekerd dat Telesur niet zal worden verkocht aan het Chinese telecombedrijf Huawei.